Maar na die finale nummer 19 en komen nu eindelijk weer bij de jongenscategorie van 11 jaar terecht. Daar komt uit voor Nijkerk 144, Marijn Vos. Voor nu dan de 451, Tom Verkaart. Voor de wijrijders hier uit Tiel 102, Gerard Haan. Voor nu dan de 461, Michael van Pijssen. We hebben hier staan voor Niels van Bol Ammerzooi de 717. Apeldoornplein 269, Mika Palsgraaf. Ammerzooi brengt bovendien de 714, Wido van Rijswijk. En finally voor de Nijverdalse Loswinters de 936 van Thijs Laarman. Heren, succes! Nou, wat gaat er gebeuren toch de volgende kaart? De van Rijswijk, Thijs Laarman, drie hele sterke renners aangevuld met open. Even kijken, Mika Palsgraaf. Palsgraaf aan de binnenkant op plaats nummer 2. Moet Ammerzooi, moet naar buiten. Dan is het toch Nijverdal. Nijverdal die als beste uitkomt. Maar toch wel hele prettige sprongetjes van Mika Palsgraaf. Die dan langzaamaan toch dat gaatje dicht blijft. Palsgraaf op weg naar die eerste plaats van Thijs Laarman. Laarman is niet zo leiding. Maar Palsgraaf is alles voor to the top now. Even kijken of hij het gaatje nog weer dicht rijden. Laarman is dan toch het beste op dit moment. Verschoon van het gaatje wat langzaamaan toch dichtgereden door Mika Palsgraaf. Palsgraaf in de achtervolging op weg naar plaats nummer 1. Maar toch blijft het gaatje op die hoek groot. En is de Nederlandse kampioen Thijs Laarman.